Hallo allemaal, ik ben met Annie. Hey. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Wij gaan vandaag inkopen doen voor de Halloween party. Want we hebben aankomende zaterdag ons Halloween feestje. We gaan ook een beetje versieren, een beetje inkopen doen. Beetje versieren? Nou, we mogen wel versieren. Echt, holy shit. Oh, weet je wat ik even ga kopen hier? Zo'n ijskoffietje van Starbucks. Ik wilde, voordat ik naar jou toe ging, koffie voor ons maken. Maar toen dacht ik, kut, soms ook in een of andere manier klopt het niet in mijn hoofd dat ik drie koffies mee moest nemen. Toen dacht ik, nee, dat gaat niet. Nee, dat is voor te veel. Volgens mij had ik ook geen drie houders. Oh, nee. Nee, toen kreeg ik stress. Dacht ik, nee, dat kan niet. Dus we gaan hier lekker koffietje halen. Ja, en we gaan eerst... Zou Stan aan het werk zijn? Nee. Voordat we naar binnen gaan, maken we even een lijstje, want anders ook autistisch. Ja, we gaan eerst even een lijstje maken. Sours. Oh, nee, moeten we er gewoon gehaald, maar... Mag niet uitschrijven. Gaan we hier gewoon meteen die wijn halen dan? Ja. Als ze genoeg hebben dan. Ja, en, ja inderdaad. Hebben ze wel dozen. Nee, café. De klinker. Lekker. Ik heb daar zo lekker gegeten. Ja, je kan daar heel lekker eten. Ik wist dat echt niet. Ik schrok echt. Ik dacht echt wow. Nee, het kan daar echt goed eten hoor. En ook gewoon lekker wat gemoedelijk sfeertje. Ja, je kan daar echt lekker eten hoor. Ik had een entrecô of zo. Oh, lekker. Heel lekker. Oké, sours wijn. Maar hoeveel wijn? Ik heb een lijstje. Er komen... Hoeveel wijn had jij? Een beetje schoor, hè? Ja. Er komen tussen de 19 en 22 meiden. Oh nee, tussen de 14 en 17 meiden. Zullen we dan gewoon één fles bij de man doen? Voor rekenen? Ik werd vanochtend... wilde vanochtend nog slapen, maar elke keer werd ik een soort wakker van een van de rare droom die dan wel had. Echt? Oké, nou. We kijken wel even hoeveel flessen ze hebben. En moeten we dan nog zoet? Zoet heb je nog heel veel, toch? Weet je nog van je... Het is op mijn feest toch? Dit klopt toch niet? Nee, maar ik weet ook niet hoe het anders Bitter toch gewoon hier? Tuur. Nee, tuur gewoon. Oh ja. Jezus. Sorry. Zeg dat zo? Zeg maar dan zo. Sours. Niet zo. Nee. Ik ook niet. Nou jongens, we zijn één stap verder gekomen. We hebben heel veel bittergarnituur gehaald. Nou, we gaan nu even naar het bruintje beer voor sours. Dat willen we hebben van die injectienaalden besteld. Met dat je shotjes in een spuit hebt. We hebben lekker donuts. Ik heb geen idee waarom die hier lekker zijn en waarom. We hebben lekker dit drinken. Dan hebben we nog een groente shot om voor de vitamine. En we hebben nog koffie. Nou, we zorgen wel voor onszelf. Het slaat weer helemaal erg. Nee, het staat echt tegen mij. En jij hebt nog een, wat is het? Hamkaas. Nee, een kaasgerelletje. Nee, zit ham op, hoor. Nee. No? Mook, kut. Ik wil alleen kaas. Ik heb ook alleen kaas opgerekend. Dus nee, geen verschil. Nou, maar ik denk ham is duur. Hoezo zou je graag laten je ham krijgen? Ja. Oh, wijfie. Of zwijners in, maar wacht. Nou jongens, we zijn in Anne de Kroeg. Dit is echt amazing. Nou, dit gaan we dus even lekker helemaal Halloween-proof versieren. Doe van mijn voor en achter. Ja! Ik ga het ook over mijn telefoon. Daar kan ik een leuke TikTok van maken. We hebben even lekker snackies. Om ons de dag doorheen te helpen. Heerlijk. Kipcorn is echt mijn favorite. Wat is jullie favoriete snack? Mijn acht kipcorn. Mm. Ja. Dit is niet normaal. Dit is een rookmachine. Kom uit een uitlaat. Dat is zo ziek. Het is echt geweldig. Oké, laat alles pakken. Ja. Zo, we hebben lekker veel. We hebben vluchten. Trick or treat, twee keer. Ik ga even op die tafel. Wacht, ik zet die andere tafel erna. Nee. Ben je hierbij? Ja. Dan hebben we, want dit heb ik al gebruikt, een spinnenweb, maar... Oh nee, het zit helemaal in elkaar. Dit spinnenweb... Kan je helemaal uitvouwen. Kan je helemaal uittrekken. Hier kan je ook een beetje spinnenweb aan. Oké. Zijn al die snoepen nog goed? Pas wel. We hebben hier allemaal zwarte en grijze ballonnen. Ja? Zwarte en grijze ballonnen. Ja, dat is leuk. Nou, dan heb ik van die emmertjes.
Nou, hier van die slingers. Jezus. Oh, hier naar die duivelsoren. Voor Stan. Ga je opdoen? En Stan. Echt? Want ik heb eigen duivelsoren. Zijn allebei duivelen. Leuk. Oké, dan heb ik hier nepbloed. Dit kunnen we wel gebruiken. Ja, dat moeten we hebben. Lampioen. Lampioen? Dit zijn glow in the dark spinnen. Dat is leuk. Dat is heel leuk. Nou, hier een van die slingers. Ik zit echt te denken waar we het allemaal over hebben. Ja. Ik wil eigenlijk eerst een beetje legen. Ja. Zeg maar, die stond palmbomen. Ja. Dat moet gewoon weg. Ik ga nu schaarpakken. Er moet wel wat uit, ja. Ja. Nou, ik heb er zelf nog 3. Hier nog meer oogballen. Dan heb ik hier nog meer glow in the dark. Muizen. Nou, en wat dit is. Dit is echt mokervet. Dit is een mega spinnenweb op lintjes. Met lintjes. Dat is heel leuk. Oh, dit is knipper. Het is sowieso ook niet al veel leuker hier. Het is veel gezelliger. Ja, want al die lichtjes is wel leuk. Dan heb ik hier nog 100 zakken met nep van allemaal spinnen. Ja, dan heb ik hier Halloween girlanden met Halloween mannetjes. Oh, ik heb hier allemaal pompoenen, lampionnen. Lampionnen zitten, hè? Oh. Nog meer slingers. Nog meer spinnenwebben. Zo, is dat alle 3 zo'n groot ding als ja. Daar liggen? Dus dat is echt één muur helemaal spinnenweb maken. Dat gaan we doen. Dat moeten we eigenlijk die muur helemaal voor die borden allemaal. Gewoon één spinnenweb. Ja. Helemaal wit. Ja. Kijk dit. Zakken nepbloed. Maar dit is met siroop. Het is siroop, denk ik. Ja, het is siroop. Nou, en toen was opeens de camera uitgevallen. De batterij was op de pop. Ik heb met Anne even versierd. En we hadden de spuiten opgehaald die ik vorige week had besteld. En daar gaan we dus shotjes in doen. Ik zal hier een foto plaatsen wat ons idee is. En we willen dus een punch maken met oogballen erin. Want ik heb dus oogballen, van die plastic oogballen. Maar ik kreeg net een pakketje binnen van de Monkey. En ik dacht, zo veel leuk om aan jullie te laten zien. Lang geleden dat ik in de vlog eigenlijk kleding heb laten zien. Want meestal heb ik gewoon shoplogs of zo. Maar ik dacht, wel leuk. En morgen willen we verder gaan versieren. We hebben nog niet heel veel versierd. We hebben gewoon een beetje alles klaargelegd. We hebben nu inkoop gedaan. We hebben bittergarnituur, wijn besteld, bier. Ja, ik heb zoveel zin in. Ik hoop dat morgen mijn Halloweenpakje binnenkomt. Oh, I can't wait. Ik hoop het echt. Dan kan ik die aantrekken. Ik kijk hoe het staat. Ik hoop echt dat hij me past. Anders ben ik gewoon een lul. Ik heb wel duivelsoren. Want ik ga als duivel. Ik zal hier een foto plaatsen van het pakje. Dat kunnen jullie wel zien. En ik heb deze voor Stan. Dan kan Stan ook als duivel. Want hem kennende gaat hij echt niet helemaal overdressed verkleed. Dus ik heb deze gewoon voor hem. En ik heb zelf dus dat leuke pak. En ik heb daarbij ook zo'n 3-tand besteld van een duivel. Maar goed, we laten even het pakketje openen. Ik ga zo trouwens ook naar Stan. Ik slaap bij hem. Want ik heb weer lekker mijn eigen auto. Dus ik kan gaan en staan waar ik wil. Echt ontzettend chill. Ik heb een hele leuke outfit besteld. Oh. Dit klopt niet. Hier klopt helemaal niks van. Ik heb een deel ontvangen van de bestelling. Nou, oké. Allereerst deze superleuke cowboy laarzen in het lak. Maar... En dit portemonneetje. Ik dacht handig voor pasjes en zo, maar hier klopt helemaal werkelijk waar niks van. Want ik had ook nog een hele outfit hierbij. Dus ik ga even checken wat er nou aan de hand is. Want hier klopt helemaal niks van. Ik dacht, wat een kleine doos. Nou, heel apart. Nou jongens, wat een drama. Het is inmiddels donderdagavond. Ik ben gewoon nog steeds ziek. Oh, ik voel me zo slecht. Ik heb zoveel koorts. Ik dacht echt dat het dinsdag beter ging. Toen werd ik woensdag weer helemaal veel goed wakker. Het is inmiddels donderdagavond. En ik heb zo'n leuk weekend voor de boeg. Ik kan wel janken. Ik had morgen dus een feest. Daar moet ik mijn kaartje voor verkopen. Dat vind ik echt super jammer. Het was een foute avondfeest. En maar hier in de buurt wel gezellig. En zaterdag geef ik natuurlijk mijn Halloween party. Mijn Halloween outfits. Zijn gewoon binnengekomen, maar ik ben gewoon te ziek om mijn bed uit te gaan en ze te passen en te bekijken. Oktoberfest pakjes binnen. Ik hoop zo erg dat ik morgen beter wakker word. Ik vind het zo kut. Ik
gewoon echt wel janken. Morgen, waarschijnlijk als ik terug edit, denk ik echt, oh my god, Saar, dit is overreacten. Young baby, je moet niet zo zielig doen. Ik heb het ook zo koud. Ik heb echt 2 truien aan, een joggingbroek, dikke sokken, deken. Maar oh, het gaat alleen een beetje als ik 2 paracetamolen neem. En dan alsnog heb ik keelpijn en ik voel me niet goed. En ik heb een zwaar hoofd. Echt gewoon helemaal naar kloten dus. Ja, dus ik heb echt geen idee of deze week verwacht wordt. Ik wil bij mijn Halloween feestje zijn. Ik heb nog nooit een Halloween feestje gehad. Ik geef er nu 1 die echt tering leuk is. En anders ga ik gewoon mijn camera geven aan Anne en Nina. En dan gaan hun gewoon vloggen hoor. Als ik er niet bij kan zijn, want jullie moeten het zien. Het wordt echt een en al leuke geit. Ik heb vandaag echt nog niks gegeten. En het is 8:30. Ik heb hier wat eten. Het is pesto met kip en courgette en boontjes. Ik heb totaal geen honger, maar ik moet echt wat eten. Ik doe de hele dag gewoon niks. Ik ben ook gewoon te ziek om serie te kijken of zo. Ik hoop gewoon zo dat ik morgen wakker word en dat ik me beter voel. En dat ik mijn Halloween outfits kan passen en dat ik jullie kan laten zien. En zaterdag beter worden voor mijn feestje. Ik moet ook mijn nagels laten doen. Dus ik heb zondag een verjaardag van mijn opa bij een restaurant. Hartstikke leuk. Allemaal leuke dingen. Ik ben weer ziek. Maar dat is altijd zo. Ziek zijn komt nooit uit. Ik heb altijd leuke dingen in het weekend. Dus maar net als voor weekend het was. Maar precies als je zelf een feestje geeft. Is wel gewoon echt kut. Ik ga even wat proberen te eten. En I keep you guys updated. Ik heb echt lang niet gevlogd. Ik weet ook niet. De laatste keer dat ik heb gevlogd. Maar ik kon gewoon niet eens vloggen. En ik heb nu even veel paracetamol op. Dat ik dacht, even jullie up to date houden. Wat eigenlijk ook nergens op slaat. Want als ik ziek ben, hoef ik eigenlijk helemaal niet te vloggen. Maar ik voel toch een soort verantwoording dat ik moet afleggen. Ja, ik weet ook niet. Het slaat nergens op. Maar goed, ik ga even wat proberen te eten. Jongens, ik voel me eindelijk een stukje beter. Ik ben zo blij. Het is trouwens vrijdagochtend. Goedemorgen allemaal. Ik zie er niet uit. Ik ga even rustig de dag starten sowieso. En ik ga vanmiddag even douchen. En dan wil ik alle Halloween kostuums gaan passen. Eerder deze week had ik al een pakketje laten zien van een monkey. Het klopte dus niet. Nou, dat klopt dus, want het komt dus blijkbaar in 2 delen kwam het aan en dat wist ik niet. Ik wil jullie nog even het andere deel laten zien. En dat is dit deel. Ik ga het sowieso nog op mijn story zetten, dus in outfit. So don't worry. Oh, het ziet er leuk uit. Als eerste is een hele leuke muts voor de winter. Leuke beanie. Dit staat eigenlijk los van mijn outfit. Dan heb ik dit super leuke rokje. En welke maat is dit eigenlijk? 42? Hè? Shit, dit is veel te groot. Oh nee. Maar dit heb ik samen met... heel leuk, bijpassend jasje. Heel leuk pak. Ik ga even die rok nu passen hoor, want 42, dat klopt niet. Oké, het rokje is echt way too big. Way, way, way. Zeg maar, de lengte is wel goed, maar dit is echt veel te ruim. Dus ja, dit moet of ingemaakt worden. Of ik moet er een hele strakke riemen omheen of zo. Maar dit is echt... het kan zowat een persoon naast. Hallo allemaal. Het is inmiddels 7:30. Ik heb lekker lasagne gegeten. Echt one of my favorite dishes. Ik hou echt zo erg van lasagne, jongen. Oei, oei, oei. Maar ik zag dus een superleuke TikTok. Met een hack van brownies en dan in plaats van boter gebruik je magere kwark. Dus dat ga ik nu even snel halen bij de supermarkt en dan ga ik dat maken, of course. Ik weet helemaal niet of ik scherp ben, volgens mij dus totaal niet. Maar ja, lekker boeien. En ik wil er denk ik ook chocolate chips in doen, maar dan gewoon echt van die pure chocola. Dus yummy, dat ga ik lekker maken. En daarna komt Stan trouwens. Ik heb dus Franse kwark. Goh, wat lekker. Brownie mix en pure chocola.
Nou, ik ben super benieuwd of dit dus ook lekker gaat smaken. Ik moet namelijk ook water toevoegen. En ook veel makkelijker, want je hoeft helemaal niet die boter te smelten of je kan het gewoon door elkaar heen mengen. Dus dat is eigenlijk super chill. Hoeveel... 200 gram kwark, oké. Eigenlijk hartstikke handig. Stel je proeft het gewoon niet. Ja, dat kan toch haast niet. Maar ik vind kwarktaart en zo ook altijd heel lekker. Dus ik denk dat ik dit ook wel lekker vind. Oké, laten we even 200 gram kwark doen. Hoeveel gram zit hier eigenlijk in? Oh, 500. Je hebt heel weinig kwark nodig dus. Oh, dit was natuurlijk weer te verwachten. Dan doen we de brownie mix erbij. Zo chill bij die brownie dingen heb je dus altijd zo'n bakblik erbij. Shit, moet ik eerst voor of verwarmen. De brownie mix erbij. Echt super simpel dus. Ik ben echt gek op brownies. Love them. Weet je wat ik ga doen? Stan, die weet niet dat ik dit met kwark doe in plaats van boter. Dus ik ga... niks tegen hem zeggen en kijk of hij het merkt. Want dan heb je gewoon een live hack. En zo niet. Je proeft het wel, maar het is alsnog lekker. Ik wil alsnog een live hack. Ongeveer zoiets. Ik doe altijd maar wat op gevoel. En dan roeren. Brownie mix is echt een van de lekkerste mixen die er zijn. En er zit hier ook geen rauw ei in. Dus je kan het lekker eten. Oh, dat vind ik het allerbest. En je kan het zo lekker mixen. Je hebt geen mixer nodig, niks. Doordat je geen boter gebruikt. Geen klontjes. Ik ga kijken of dit dus al anders smaakt. Nee? Nou, misschien het smaakt een beetje naar chocolade cheesecake. Ik hou altijd van chocolate chips in mijn brownies. Dus doe ik ook even wat lekker chocolade er doorheen. Zo, deze chunky is ook wel lekker. Ik denk dat het wel goed gemixt is. Nu kan het hierin. Je irritant ook zat te piepen. Het moet wel echt lang in de oven. Echt 40 minuten. Daar heb ik helemaal geen geduld voor. Deze dingen zijn echt een life hack. Ik doe ook nog blokjes boven voor de versiering. Nou, hartstikke mooi. En nu moet het 40 minuten in de oven. Oh jongens, kijk hoe lekker die is geworden. Hij is echt net uit de oven, dus hij moet echt nog afkoelen. Maar dit ziet er echt heel goed uit. Het is wel echt goed gerezen, zeg maar. Oké, we gaan nu een stukje proeven. En Stan, die kende de TikTok al, dus ik kon niet doen alsof het niet zo was. Dat ik iemand tegenkwam. Tegenkwam? Oh, nee, laat maar deze TikTok. Oh. Laat maar. Die vandaag stuur ik dat. Nee. Ik heb het over dat met kwark. Nee, dat is mijn stuk. Nee. Nee, dat is gewoon bijna niet. Het is wat minder luchtig. Het is meer een soort cheesecake-achtig. Maar wel heel lekker. Gewoon super lekkere brownie eigenlijk. En ik heb natuurlijk wel extra wat chocolate chips in gedaan. Lekker. Goed. Lekker gezond. Ja. Ik heb die kwark ook beter weglaten. Maar is puur. Kom. Lekker. Wat vind je ervan? Prima. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag alweer. Ja. Ik ben, het is 12 uur bijna, ik ben onderweg naar de
nagels. Ik ben onderweg naar mijn nagels laten doen. Ik wil nu rood. Ik zie er echt smerig uit. Ik wil rode nagels, want zo, die reed dik door rood. Holy shit. Want leuk bij Halloween en sowieso vind ik rode nagels gewoon ook mooi in de winter, dus. Nou, het is inmiddels alweer 4 uur. Mijn nagels zijn gedaan. Ik heb het toch iets meer Halloween-y gedaan als ik in mijn hoofd had. Kijk hoe vet. En deze nagel is dus glow in the dark. Helemaal leuk. Kijk, hè. Ah, mooi al. Hou gewoon op. Dan denken mensen echt, wat de fuck is dit? Ja, het zit maar voor mijn gevoel rijd ik altijd als we met z'n drieën in de auto zitten. Ja, maar dat is ook zo. Jij rijdt ook altijd. Je bent echt zo'n gekke rijder. Ja. We zitten hier echt in de mokerbus van Anna. Nee, niet van Anna. Ja, deze is van Anna. Dit is Anna de bus. Die rijdt ze elke dag in. Ik kan niet wachten om die keten te laten zien, want ik heb het helemaal niet meer laten zien in het vlog. Ja, oh my god. Dit vind ik zo'n leuke auto. Hey, wanneer gaan we die punch dan maken? Doen we dat vanavond? Nee, nu. Allemaal. En nu al die shotjes. Jongens, ik ga jullie zo... Het is 2 uur later en we zien er nog steeds niet uit. Nou, ik heb net mijn haar geknipt. Ja, ik heb mijn haar geknipt. Is het kort? Nee, je zit helemaal... Nou, als je zo doet, kijk, normaal komt het echt tot hier bij mij. Echt? Ja. Stel wel, ja. Nou, we gaan nu eten halen bij de snackbar en Nina en ik hebben sushi. Geen idee of het lekker is, maar we zien het wel. En we hebben de hele keet versierd. En ik ga nog laten zien hoe het eruit ziet. Oh, dat heb ik nog steeds niet gedaan. Nee. Nee. Dat bedacht jij ook toen je dat zei? Ja. Ja, maar nu is wel alles af, dus nu is het leuk. Ja. Echt moken, gassen? Oeh, jezus. Moker. Zo hoor je dat. Dat is niet normaal. Ook echt. En nu zijn we er. Ja. We zijn er oprecht. Nu zijn we er alweer. Nou, ik heb een tactiek, hè? En tactiek. Nou. Nou, kijk. Nu zijn we met z'n drieën, maar gewoon met z'n tweeën. Als we dit dagelijks doen. Ja. Normaal. En dan rij ik. En dan moet een van jullie even uitstappen. Straks meteen als we hier rechts gaan. Meteen uitstappen. En even ophalen. En dan hou ik jou weer op wie eruit gaat. Wie gaat eruit, Nina? Maar waarom moet ik er hier uit en niet gewoon voor de prik zelf? Ja, voor de prik, maar hier is een fucking telefoon met de betalie. Maar het is over 5 minuten pas klaar. Ja, dat is echt kut. Ja, we moeten erbij. Maar misschien dit. Die sushi zetten ze erop, kan ik klaar als ze klaar staan. Welke naam is nou? Niet, gewoon Incest? Op alles was staan. Oh, we moeten ook nog helemaal klaarmaken en opmaken. Het is nog niks veranderd. Zo, ik heb een mokerplan. Kijk, ik ga even zo en dan zet ik hem zo daar neer. Weet je wat mijn moeder zei? No. Annie moet echt een minder grote bek hebben. Zeker een camera of zo. Echt? Ja. Echt? We hebben zijn de vlogs gezien. Ah, mijn vader heeft onze mukbang gekeken. Ja, dat hij zei opeens. Man, echt leuk zo'n eetpraatje met z'n allen elkaar. Nee. Ik zei nee. Die pasta mukbang. Kut. We rijden echt al 500 rondjes op dezelfde punt, maar maakt niet uit. We zijn al een uur geleden. Hey. We hebben het letterlijk. Ik ben er uit, die Rabobank. Oh, maar je weet toch de code? We gaan gewoon met z'n allen. Okay. Met z'n allen. Nou, jongens, ik wilde het sushi filmen, maar let er nog eens op over. Ja. Was wel hartstikke lekker. Mag ik de water? Maar goed. Jongens, we zijn helemaal geflikt into the Halloween. Kijk wat ik heb geprobeerd te maken bij mezelf. Ik heb mijn outfit aan. Nou, Anne, die is zo terrivet. Dit is echt niet normaal. Kijk hoe vet de lenzen zijn. Maar de lens heeft dus licht in de gate. Dus een alien is ze dus. Helemaal in een green. Nien, jij bent ook echt teringaaf. Kom eens hier. Nina is vampire. Kijk, hier ben ik gebeten. Ja. En je hebt ook lekker lopen drinken. Ja. Lekker lopen bloederen. Oh. Ik heb nog nooit zo'n stijl voor het pluk gehad. Echt? Ik stel nooit maar. Nee. Ik vind jou zo eng met die lenzen. Ja. Jij ook al. Ja, maar dat maakt ook echt wel een beetje... Het is ook moeilijk. Het is ook best wel eng, ja. Ik ben eerder schattig. Jij bent de duivel. Ja, dat ik een fucking duivel ben. Nou, ik wil eerst misschien die witte lens in doen, maar Nina had rode lens in. Nou, zou ik die rode lens bij mij proberen? Ja, maar daar zit ze net zo kunst in wit. Oh, maar ik weet niet waar ze liggen. Oh, hier. Oh ja, hier eentje en eentje heb ik in de tas. Nee.
Doe je toch eentje? Ik ga even kijken. Even mooi maar. You are not ready for the day. It cannot always be night. Ik ben een duivel. Ik moet eigenlijk veel enger zijn. Ik ben hartstikke schattig. Ja, dat leuk je daar. Maar ja, ik ben ook niet Elena. Ik ben Katrina. Ja, Katrina. Ik heb geen Katrina Diaries gekeken. Ja, als je dat niet hebt gezien, dan heb je echt Vampire Diaries je jeugd. Nee. Mag je nee, ik moet nog eentje. Hij zit ook zo raar om te krullen. Vampire Diaries is eraf nu, hè. Van even net. Hey, is alles van mijn bed eraf, schat? Ja, ik ga het zo weer nemen. Oké, maar we gaan nu naar de kip. Maar nee, hij maakt een driehoek. Ja, nee, hij fout gewoon dubbel. Ja. Dat ding werkt echt voor geen meter. Dit is een hele rare lens. Ja, als je je eigen lens wil, wil je het zeggen hoor. Nee joh. Ja, dat ding is zo vaag. Ja. Is er een achterkant of een stukje die niet stel is dan? Zo stel ze. Nou, ik word niet goed. Nee, die ogen maken het van jou echt. Kijk dan. Ja! Ik kan ze allebei in hoor. Het valt helemaal niet zo op. Kijk hè? Ja, ik hoop dat die andere kan vinden. Ja, die zit gewoon in je tasje. Ja, die is hier in mijn make-up tas gevallen. Dat kan je niet in doen. Nee, maar ik weet niet als ik hem ga schoonmaken. Kijk toch hoe vet, jongens. Ik denk als jij deze had gehad, Nien, dat het helemaal niet zo was opgevallen. Nee. Pauw, wauw, wauw. Nee, deze past genat. Hoe kan dat nou? Moet ik ook een beetje bloed, maar. Ik weet hoe dat komt. Oh nee, dat vind ik dit is me ook vet. Laat druppelen, laat druppelen. Lenzen zoek. Ah. Schatjes, ik was net in de kate en ik dacht echt ja. Ik zat hier muziek aan en dacht ja, dus jullie moeten echt mee. Nee, ik moet die lens. Ik heb hem. Oh, hij leeft nog. Best. Oh, ja. Oh, leuk, dan heb je alsnog lenzen en dat past ook bij jou rood. Dus ja. Eigenlijk nog beter. Ja. Dus eigenlijk gelukt helemaal goed gelopen. Helemaal best gelopen. Wow, dit is duivel. Ja. Eel, je bent heel echt zo'n baby duivel. Oh my god, dit moest jij hebben. Ja. Wat een baby. We hadden gewoon moeten wisselen. Je bent nu nog enger wel. Ja, ik ben wel enger. Wat veel. We hadden net weer lens in, hè? Ja, dat is wel heel leuk. Dat betekent dus dat ik het gewoon echt niet in kon doen. Ik lag helemaal niet aan de lens. Nee, ik kan gewoon niet. Maar mij, ik wil wel even wel eens, maar... ik wil wel een foto gewoon met z'n drieën. Met ja. Kan iemand anders maar maken? Oh, wat schattig. Nee, je moet niet zo kieskeurig zijn naar jezelf. Ja, ik vind het best wel kut, zeg. Nou, ik vind het best. Ik vind het een beetje raar, maar jij. Ik doe een beetje 10 verschillende poses. Oh, dit is zo leuk! Zo, is hij droog? Ja, hij is... Oh, nee. Ja. Kijk dan jongens, we hebben hier een heel glow in het... Kijk dan op dit ding! Heel glow in het dark. Hey, doe eens zo, hoe omdraai je naar jezelf? Kijk of mijn ogen nu het licht geven. Ja. Zo! Moet je allemaal naar ogen kijken? Heb je dat ook niet? Kom eens. Ja. Minder wel. Kijk hoe eng we zijn. Oh, ik heb ook bloed. Ik ben de duivel. En we hebben hier... Kijk. Allemaal shotjes. Ja. Hey, die geeft ook licht. Echt? Ja. Ja, het is echt niet normaal leuk hoe het eruit ziet. Oh, maar het heeft ons niet uit. En we hebben hier allemaal snoep. We hebben hier allemaal shotjes in spuitflessen. Die ligt, ik weet niet waar mijn tasje is. Huh? Ik hoop gewoon dat wat mensen binnenkomen. We hebben hier punch gemaakt. Oh, hier hebben we. En waar is die trui, man? We hebben hier een punch gemaakt met oogballen, een bloedpunch en dit allemaal. Ja, het is echt fucking ziek, jongens. Een hele goede morgen allemaal. Het is zondag. Gisteren was echt helemaal geslaagd. Het was zo fucking leuk feest, zo gezellig en helemaal genoten. Sushi ben ik nu klaargemaakt. Ik ben nu onderweg naar Anne om haar natuurlijk even te helpen met schoon te maken en opruimen en weet ik het allemaal. En daarna heb ik de verjaardag van mijn opa ergens. We hebben gewoon gaan eten en zo, dus gezellig met de fam. En ja, ik heb echt helemaal een ruk licht. Dat is echt een grap. Maar goed, dat ga ik nu doen. Ik ben heel benieuwd hoe het er nu uitziet. Ik denk dat het er echt niet uitziet. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Dan hebben we een goed feestje gehad.
Nou jongens, dit is de fucking day after. Oh my god. Overal staat ook altijd drinken. Dat is altijd zo. Alle drinken staat gewoon in bekers. Dat is niet normaal. Oh my god. En dan is het alweer maandag. Wouldn't be a vlog for me if I wouldn't edit on a Monday. Oh, ik ben nog steeds verkouden en keelpijn. Gisteren had ik dus verf van mijn opa, was super gezellig. En daarna was ik met Stan thuis expeditie gaan kijken. En zijn we in slaap gevallen, dus eigenlijk geen kloot gedaan. Dus ik wil hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Ja, vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Abonneren, volgen, you know everything. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!